Yes, goedemiddag allemaal. Hier weer een nieuw filmpje waarin ik weer iets ga vertellen over exponentiële formules. En in dit filmpje ga ik het hebben over toenames in exponentiële formules. En bij bepaalde vraagstellingen wordt er wel eens een keer gevraagd van ja, hoeveel is er toegenomen in bijvoorbeeld de 8e week of op de 3e dag? Nou, dit stukje theorie wil ik heel even uitleggen aan de hand van een voorbeeldje. En het volgende voorbeeldje gaat over het toename van wolven. En hierin wordt er de formule gegeven. Het aantal wolven is 800 keer 1,2 tot de macht t. Hierin is 800 het begingetal en 1,2 is je groeifactor. En nu is de vraag, hoeveel wolven zijn er bijgekomen op de 4e dag? Nou, en dan ga je kijken van wat wil je nou eigenlijk weten. De 4e dag moet je heel even weten dat op het moment als ik zeg de eerste dag, dan wil ik eigenlijk weten van dag 0 tot en met dag 1. Bij de tweede dag, dan wil ik weten van dag 1 naar 2. Op de derde dag, van dag 2 naar 3. En op de vierde dag, van dag 3 naar 4. Ja, dus even belangrijke informatie. Ik heb ook de grafiek hier even getekend. Dus dit is eigenlijk de eerste dag. Dit is dus de tweede dag. Hier vindt dus de derde dag. En dat is daar de vierde dag. Nou, wat ik dus moet weten op de vierde dag is wat is mijn hoeveelheid bij het begin van mijn vierde dag en wat is mijn hoeveelheid aan het einde van mijn vierde dag. Ja, en dat ga ik uitrekenen. Dus dit wil ik weten, die hoeveelheid en deze hoeveelheid wil ik weten. Nou, dat is belangrijk om te weten op het moment dat ik deze vraagstelling stel. Dus hoeveel wolven na 3 dagen, dat is de start van je vierde dag. En hoeveel wolven na 4 dagen, dat is ook wel het einde van je vierde dag. Oké, als ik de derde dag ga uitrekenen, dan ga ik de 3 dus in mijn formule vullen als t. Dan krijg je 800 keer 1,2 tot de macht 3 is 1382,4. Laat hem onafgerond nog even staan. Ga pas echt op het einde afronden. Dan ga ik ook het getal 4 invullen. Dan komt er uit 1658,88. En dan ga ik kijken, ja, wat is nou het verschil tussen het begin van de vierde dag en het einde van de vierde dag. Dus dan ga ik die twee getallen van elkaar afhalen. Nou, en dan krijg je 276,48. En dat is ongeveer, hè, we hebben het over wolven, dus dan rond je hem af op hele wolven, 276 wolven. Ja, dus het belangrijkste van dit filmpje is als ze wordt gevraagd, ja, hoeveel is er nou bijgekomen op de vierde dag? Dat ik dus dag 3 moet uitrekenen, dag 4 moet uitrekenen en het verschil daarvan. Ja, dus wil ik weten hoeveel wolven zijn er bijgekomen op de 100ste dag? Dan ga ik dus 99 invullen in de formule, 100 invullen in de formule en dan haal ik die twee van elkaar af. Wil ik weten hoeveel wolven zijn er nou op de, na 100 dagen? Dan vul ik gewoon 100 in en dan heb ik dus uitgerekend hoeveel wolven er zijn. Ja, dus het gaat voornamelijk echt over ja, hoeveel wolven zijn er nou toegenomen op een bepaalde dag. Yes? Nou, heel veel succes met de rest van de opgaves. En mocht er de vraag zijn, dan hoor ik het graag.